Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Maar waarom je Q-Time niet gebruiken om gewoon een planner te halen bij Miracle Prints? Miracle is vandaag bij mij in de studio en zij maakt de allermooiste planners. En ze gaat me er alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi, Mirkel. Hi, Jelena. How are you? I'm good. Hoe gaat het met jou? Nou, als het goed gaat met jou, gaat het ook goed met mij. Awesome. Mirkel Prints, dat is jouw bedrijf. Yes. What is it? What are you doing? Want ik heb al gezegd, maar misschien voor de mensen die het nog niet weten, even in een nutshell. Ja, dus Mirkel Print is een bedrijf waar we mensen helpen om het beste te halen uit hun tijd. Mm-hmm. Toch? We willen de mensen bewust maken dat je tijd kostbaar is. En hoe beter je ermee omgaat, hoe makkelijker of hoe mooier het is voor jou om je doelen te bereiken. Toch? En die rust en balans te vinden in je leven. Toch? We doen verschillende soorten planners voor verschillende mensen. We doen voor moeders, voor studenten, voor ondernemers en nog veel meer. Oké. Okay. Yes. Hoe ben jij zelf op het idee gekomen? Want je vertelt, de tijd is kostbaar. Maar wat in je leven van maakt van, hey, want waarschijnlijk ben je een uitstekende planner. Yeah? I try. En je zei, oké, als ik het kan en dat dit mij helpt, moet het meer mensen ook kunnen helpen. En I'm gonna bring this out into the world, right? Ja, ja, dat is waar. Het is... Okay, let me be honest. Oké, okay, girl, laat me ook gewoon even goed gaan zitten. Honest hour. Het was nodig voor mij in mijn persoonlijk leven om mijn leven te ordenen. Want ik ben een drukke meid. Mm-hmm. Ik ben verbonden met verschillende organisaties. En je verschillende rollen. En dat moet je allemaal kunnen inplannen. Mm-hmm. En los van het feit dat je natuurlijk werkt en je leven daarbuiten hebt, heb je natuurlijk ook je familie voor wie je tijd moet maken. Let's... Snap je? En dat moest op een gegeven moment gewoon geordend worden. Anders zou alles uit elkaar vallen. Dus heb ik getracht een planner te zoeken hier in Suriname. En ik kon het gewoon niet vinden. Iets vinden dat bij mij paste. Dus dacht ik van, weet je wat? Ik ga eentje proberen te maken voor mezelf. En het is gelukt. Ik had een vriendin op school. Ik zat toen nog op school. Ja, want nu wil ik direct vragen. Maar hoe lang zijn we al in deze branche, girl? Hoe lang zijn we in deze business? Ik zat toen nog op school en ik had een vriendin, ze is moeder, ze werkt, ze carrière meid en ze had een tienerdochter en dat alles wilde ze plannen. En dat heeft me eigenlijk die push gegeven, nog meer die push gegeven om er een business van te maken. Nou, het is gelukt, want de planners zijn hier. Ik kijk naar twee grote en er is nog een hele mom kit. Ja. Want ik vroeg af, wat hebben moeders te plannen? Voor ik het, of ik heb het niet eens gezegd, want voor ik klaar was, dus voor ik mijn gedachten had, nou, dan dacht ik van, oké, I'm sorry. Yeah. Y'all have a lot to plan. Maar zo'n planner, het is ook eentje als je deze op je hoofd krijgt, hè? De planning zit erin. That's a big boy. That is also so, a big boy. Vertel me over de big boy. Dat is onze business planner. Dat hebben we... Ik heb een jaar daaraan gewerkt. Mm-hmm. Het is een planner speciaal voor ondernemers. Mm-hmm. Dat, je kan daarin... Even bladeren door. Ja, mm-hmm. Je kan daarin je afspraken plannen. Je kan je jaar plannen. Kan je daarin opschrijven. Je cliëntafspraken. Je kan ook je financiën daarin plannen. Je social media planning. Je social media. Anything, weekly review. Any review. En er is ook een idea vault erin. En dat vind ik zo leuk. Want als nogmaals, een wat? Idea vault. Een idea vault. Dat is een... Je kan daarin elk idee dat je hebt... Nee, is een idea vault. Nee, zoek een idea vault. Ik kan find it. Give me oké, kijk het hier. Oh. Precies. Ja, kijk hem hier. Yes. Okay, this is the idea vault. Okay. Als je, zeg maar, je bent bezig te plannen en some great idea comes to mind. Dan ben je gewoon zo, kan je, oh my god. In de vault. Precies, dan ga je daarin opschrijven. En dan wanneer je een droge periode hebt, zeg maar, als business, dan kan je daarin gaan kijken voor inspiratie. Moet je daar nog zeggen? En het werkt wel hoor. Ja, nice. En die andere? Dat
die grote. Ja. Dat is ook een business planner. Dat is een ander model. Oké. Okay. Je hebt dus twee business planners. Mm-hmm. Mooie, gewichtige planners. Maar ik ga dit gewoon hier neerleggen, want je hebt gewoon ook echt aan de moeders gedacht. En zei van, hey, nee. Guys, ja. De mama's hebben gewoon ook een eigen planner nodig. Ja. En je hebt deze dus bedacht. Ben je zelf ook moeder? Nee, nog niet. Wow, that's so nice of you. Ik ben omringd door veel moeders. Mm-hmm. So, ja, het heeft me geïnspireerd om iets van ze te bedenken. Oké, okay, so tell me about the mom planner. Oké, okay, de mom planner is een weekly / daily planner voor de moeder. Ze kan daarin haar week plannen. We hebben geprobeerd dat gescheiden te houden. Je ziet daar de family schedule. Mm-hmm. Daar gaat ze dus alles in plannen voor het gezin. Toch? Tijd voor de partner, tijd voor de kinderen, alles dat gedaan moet worden in het huis. Misschien wil je werken aan je family values. Willen jullie samen meer quality time hebben met elkaar. Dan ga je dat inplannen, de activiteiten daaromheen. En bij de andere pagina, daar zie je haar week. Je hebt werkende moeders. Ook moeders die niet werken hoor, en thuis zijn, kunnen hierin plannen. Ze plannen hun week. Doktersafspraken, boodschappen, hun eigen routine, hun wind-down aan het eind van de dag. Dus dat heb je allemaal in die momplanner. Okay. Leuk hoor. Alles zit erin, want los van family schedule, my week. Voorin, ik bladerde al eerder erin en ik zag ook dat je kan je evaluatie doen, je kan je week een cijfer geven. So, if anything, you can just recap and it's all together. Zelfs een password tracker, je vergeet je password soms als moeder. Ja, echt. En dan, dan plaats je het daarin. Ook zijn er financiën erin opgenomen. Mm-hmm. Dus je moeder dat zag ik ook. Ja, een budget samenstellen of opstellen voor het gezin. Voor de maand. En dan kan je dan als moeder je uiterste best doen om je doelen te bereiken. True. Hier zo, wacht even. Dit wil ik ook wel even laten zien. Yes. Nee, dat kan zo. Ja. Ziet eruit. Yes, je hebt dan de uitgaventrekker, je maandelijks budget, vaste lasten en inkomsten. En dan kijk je wat je overhoudt aan het eind van de maand, als het gelukt is om je doel te bereiken. Ja, nee, I love this. En het komt, als ik hem dus haal, krijg ik hem zo deze. Dit is dus de kit waarin ik hem krijg. Ja, dus je kunt hem krijgen in de planner alleen. Of je kan een kit daarvan aanschaffen. In de kit krijg je die planner, je krijgt een shoppinglist, je krijgt een pen. En highlighters. Alles dat je nodig hebt om te plannen. Zo leuk. I like this. De belangrijkste vraag nu. Want the idea behind it. The consideration. Mm. De doelgroepen die je gewoon hiermee kan voorzien. Ja. De belangrijkste vraag is how much? Zo. So, okay. De business planner. Dat is $40. Mm-hmm. Je kan hem gebruiken voor een jaar. En de mom planner, de planner only, dat is $11. Mm-hmm. En de kit is $15. Nou, is geen geld. Snap je? Halen die handel. Waar halen we deze handel? We hebben nog geen fysieke shop. Mm-hmm. Veel klanten vragen dat wel. We zijn nu nog online beschikbaar. Je kunt me appen. Op het nummer 717-5450. En dan heb je daar onze WhatsApp-shop. En dan kunt u daar kiezen welke planner u wilt hebben. Als u niet weet welke u wilt, dan kunt u altijd om advies vragen. Well, ik ben er altijd om te assisteren. Een planner voor iedereen. Voor iedereen, yes. Zo nice, Merkel. Yeah. Ik vind het zo bijzonder je naam. Daar hebben we ook al over gesproken. Yeah. Maar ik vond het heel bijzonder dat je vandaag bij me bent geweest. Thank you. Nou, bijzonder om dubbel te zeggen is zo cliché, maar het is wel heel leuk dat iemand die geen moeder is, denkt aan anderen en een oplossing probeert te bedenken die kan helpen om de mom life a little bit more easier te maken. Ja. En al die ondernemers onder ons die gewoon ook nog niet de tijd hebben om een personal assistant te hebben of gewoon echt van schrijven houden en in digitaal willen werken. Echt. This is the solution. Ja. En jij maakt ze. Ik zou zeggen, don't stop, keep on going. Thank you. En ik ben benieuwd welke edities nog meer uitkomen. Ja. Blank.
That's okay. Want het was ook al einde. Sierra. Ja. En Sierra. Blank. Daarmee gaan we afsluiten. Is goed, snuk. Dus prima. Ja, is goed. Nou, jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Merkel van Merkel Prins bij ons in de studio. En zij maakt de allerleukste planners. En ze heeft een planner voor iedereen. Maakt niet uit welke branche je zit. Als je denkt van, hé, ik heb toch wel een steuntje in de rug nodig. Ik heb mijn eigen planner nodig. Nou, zij hebben verschillende soorten. Je kan gewoon naar de Facebookpagina gaan. Er is ook een appnummer. Ga in de WhatsApp shop. Bestel jouw planner. En make life easier for you. En Merkel, of Merkel, van Merkel Prins, help daarbij. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.